De WTCR is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Allsecure, de autoverzekeraar. Eru Prestige, kaas voor kerels. En Febo. Welkom bij RTL GP. Het is tijd voor de Grand Prix van Macau. Een legendarisch evenement. Een legendarisch stratencircuit. Waar grote namen gewonnen hebben in de Formule 3. Waar Tom Coronel in de Formule 3 gecrashed is. Waar Tom Coronel met een tourwagen gereden heeft. En waar ieder jaar op het mooiste stratencircuit ter wereld de prijzen verdeeld worden. Rijder. Voordat de kwalificatie begint, zijn er de vrije trainingen. En de verwachting is dat Coronel met al zijn ervaring er lekker bij zit vanaf het eerste moment. Kwalificatie, het ziet er allemaal in ieder geval wel redelijk goed uit. De vrije training een beetje een probleem met de voorkant. Met de splitter die los zat. Nou, daar zit nu een verse op, dus die moet weg zijn. Ja, ik denk dat ik er toch wel bij moet kunnen zitten. Het zag er eerste vrije training P6, tweede vrije training 3/10 van P8. Dus we gaan het gewoon flikken hier. En dan is het tijd voor de o zo belangrijke kwalificatie. Want inhalen, we gaan niet zeggen dat het onmogelijk is, maar makkelijk is het zeker niet. Dus een goede uitgangspositie is heel erg van belang. Mehdi Benani, even de weg kwijt op het circuit wat 6 kilometer en 120 meter lang is. En dan moet je stoppen, want dit is een file in Macau. Het gaat niet lekker met Coronel in de eerste kwalificatie. Race 1 start hij als 26e. De andere Nederlanders doen het ietsje beter. Langeveld 23, Katsburg 12. Maar dan is er de pole position, het gevecht. En het is Ivan Müller die race 1 vanaf pole mag starten. Hij is de snelste in de Link & Co auto met nog een kans op het kampioenschap. Maar dan moet hij wel een lekker weekend hebben hier in Macau. Die andere man die een kans heeft op dat kampioenschap, Norbert Mitchelis, ja, die staat tweede. Guerreri staat er niet lekker bij voor race 1. Hoe gaat het met Coronel? De kwalificatie ging denk ik alles fout. Ik maakte zelf een fout. We hadden off-sequence zaten we, dus gewoon helemaal verkeerd zonder dat de rest reed. Een rode vlag situatie, een Chinees voor me die midden in het bochtengedeelte mijn bocht verknalde. Ja, echt alles. Dus we moeten het nu maar eventjes weer beter doen. Want ja, er zit echt wel een kans in om bij die top 10 te zitten. Dat is belangrijk en top 6 zou natuurlijk nog mooier zijn. En vergeet niet, we hebben de wedstrijd met een omgekeerde grid. Maar wederom gaat het niet echt lekker met Tom Coronel. 14e, 1 positie achter Niels Langeveld. Die andere Nederlander gaat wel lekker. Nicky Katsburg, die kwalificeert zich uiteindelijk als 4e. Terwijl we hier ook weer problemen zien voor Coronel. Op jacht naar een goede tijd. Maar de lokale gastrijders zitten ook nu weer in de weg bij de Nederlander. Klein tikje. Ja, hij had ook zijn spiegel kunnen gebruiken. Maar goed, het is niet anders. Een teleurstellende kwalificatie voor de Nederlander. Nou, het zag er heel goed uit. Ik had ook, snelheid zit er gewoon in. Weet je, dit is Macau. Maar net niet. Damn it. Dat is wel balen. Dat is 1/10. Dan sta je gewoon 11e. Dan zit je er gewoon bij. Maar heel simpel, we zitten er niet bij. Gelukkig zijn er 3 wedstrijden, te beginnen met de eerste. Coronel komt naar de startopstelling toe rijden voor een wedstrijd over 8 ronden. Ja, we starten vanaf de 23e plaats. Wordt nog wel wat. Normaal gesproken altijd bochtje 3 Lisboa, een serieuze puinhoop. Er is ook ruzie tussen Honda, Hyundai en Link & Co. Dus dit kan wel eens een serieus vet race worden. Want dat zijn de merken die vechten om het kampioenschap met dus op pole position Ivan Müller in de Link & Co auto. En daarnaast een van de andere kanshebbers voor het kampioenschap, Norbert Mitchelis. Maar die derde man, Guerreri in de Honda, die start helemaal achteraan, want die heeft een motor gewisseld. En achteraan starten, dat wil je niet in Macau. En dan heeft hij ook nog een hele slechte start. Maar de beste start is er voor Ivan Müller. En kijk eens hoeveel van die Link & Co kleuren we rondom die man zien. Terwijl we kijken naar de start van Coronel.
Kijk dan meteen hoe smal het is, hoe hard het gaat en hoe snel er dus chaos kan ontstaan door de straten van Macau. We gaan richting het eerste rempunt. Helemaal links in beeld. Ivan Müller. Daarachter is het Michelic. Dan is het ook Erlacher. Chacon zit er allemaal bij. Chacon met de Alfa Romeo. En die doet het dus heel erg goed. En die Prio rijdt op de derde positie. En dan is eigenlijk de vraag, gaan zij die Michelic onder druk zetten, zodat Ivan Müller eventueel wat weg kan lopen en het maximale aantal punten kan halen hier in de straten van Macau. Prio. Dan het gaatje naar Erlacher. Dat betekent dat Erlacher de boel heel erg aan het ophouden is. En Michelic, dat zien we ook al, kan het tempo van Müller niet bijhouden. Ivan Müller. Hij was ooit gestopt met racen, maar is weer teruggekomen. En is de man achter deze auto. Hij is zo belangrijk. Qua testwerk, qua denkwerk. En ja, gaan zij kampioen worden? Dat is de grote vraag. Tarquini schuift een plaatsje op. Terwijl daar een aantal mensen rechtuit gaan. Waaronder Benjamin Leuchter en Ascona. En ook Jean-Carl Vernay. En daar zie je meteen de problemen in Macau. En dan hoop ik dat Leuchter achteruit weg kan rijden. Want anders hebben we een safety car. Daar zien we de baancommissarissen al de baan opspringen. Maar het hoeft niet. Hij kan weg. Geen safety car dus. En dat is op zich ook al nieuws in Macau. Aan boord bij Coronel. Wow. Het is smal. Klein tikje. Goed in je spiegels kijken. Tassi die daar even geraakt wordt. En hier zie je ook hoe smal het is. Hier is het breder met Müller aan de leiding voor Michelic. En Jan Erlacher die zich terug laat zakken. Kijk, die gaat even van zijn gas af en sluit dan achter Ted Björk, maar voor Gabriele Tarquini aan. En dat is dan slim, want Björk heeft ook nog een kans op het kampioenschap. En zo is Erlacher de buffer tussen hem en een Hyundai-rijder. Want zoals ze Coronel al hoorde zeggen voor de wedstrijd, het is oorlog tussen Lincoln Co, Hyundai en Honda. Ma King Ha in gevecht met Niels Langeveld remt wat laat en raakt de Cupra van Coronel, maar wint wel een plaatsje. Dan op het rechte stuk, Coronel in het midden. Dan wordt er geslipstreamd. Links is Niels Langeveld. Die gaat dan naar rechts. Ja, en die raakt dan Makking Ha. Zo vallen eigenlijk beide rijders uit. Wat een knullig ongeluk. Ja, Coronel rijdt daar gewoon. En Langeveld gaat naar rechts. Waarom, weet ik ook niet. En Makking Ha kwam naar links. Ook niet handig. En daar staan ze dan met z'n tweeën uit de wedstrijd. Maar nog steeds geen safety car. Wel een gele vlag aan het einde van de wedstrijd. En het einde van de wedstrijd ook voor deze Niels Langeveld. Beste Nederlander op dit moment is Nicky Katsburg. Die rijdt op de 10e positie. Ja, daar zie je nogmaals. Die Langeveld gaat naar rechts. Ja, en die Makking Ha, die komt een klein beetje naar links. En Coronel denkt, wat gebeurt hier nou? Kan in ieder geval wel zijn weg vervolgen. Terwijl Guerreri achteraan gestart buiten de punten de pijp aan Maarten geeft. Hij scoort niet in deze wedstrijd, maar heeft ook geen schade en wel een nieuwe motor. Wie weet dat er later dit weekend wel punten aan kunnen komen. Laatste ronde, Ivan Müller en Norbert Michelic. Maar hier gaat het niet meer fout voor de Fransman die de eerste wedstrijd in Macau op zijn naam weet te schrijven. Een dominante overwinning en op de derde positie, dat is misschien wel een kleine verrassing. Kevin Chacon met de Alfa Romeo, vlak voor Rob Huff. Uitslag van de wedstrijd. Müller, Michelic, Chacon, Huff en Björk. Katsburg 10e, Coronel 20e. Maar één man mag echt tevreden zijn. En dat is de winnaar van de wedstrijd. Hij loopt in op Esteban Guerreri in de strijd om het FIA WTCR kampioenschap. I retired in 2016. I thought I will never come back, at least in the car, because I came in 2017 with Sayan to help Ted to be with champion. And I was miles away to think, okay, one day I will be back on that track in the car. And I am back in the car and even on the good way because there is a victory. So it's pretty fantastic. But again, it's a real team effort. Thank you for all the boys. Thank you to Ted, Andy,
and Jan, because they helped me also, because they pushed me to be faster and they helped me also on the qualifying. Geen punten, maar ook geen saaie race voor Tom Coronel. Bij de start kreeg ik een hele harde beuk in Lisboa van Ma met de Alfa. Ja, kwam er denk ik lekker tussendoor, de eerste twee ronden. Ja, toen begon ik mijn tas hier te rommelen, maar die gooide echt overal de deur dicht. Dat ik iedere keer zoiets had van wow, jij neemt wel heel veel risico. Nou, dat klopt ook. En uiteindelijk was één grote puinhoop. Ik zat mijn tas hier te rommelen. Er kwam links Niels en rechts kwam Ma. En die kwamen alle twee naar elkaar toe. Ja, en dat was het. Ik ging vol in de remmen, want ik denk dat gaat niet goed. Nou, dat klopte dus ook. De WTCR is powered by Tricorp Workwear, Dijkstra Drijsma, Begrip in de Bouw en ASC Ladders en Stijgers. De WTCR is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Allsecure, de autoverzekeraar. En Febo. We zijn terug in de straten van Macau. Ik zit net achter waar het zou moeten gebeuren. Alle fabrieksboys die toch een mooi spelletje moeten spelen. Nee, ik heb er zin in. Ik zit midden in het veld en goede punten zouden we moeten kunnen pakken. En dat kan dan gebeuren in de tweede race van het weekend. Wederom een wedstrijd over 8 ronden. Maar ja, hoe gaat het in de strijd om het kampioenschap? Het gaat toch steeds tussen de mannen van Link & Co, de mannen van Honda en natuurlijk de mannen van Hyundai. Maar het zijn wederom die blauw gekleurde auto's op de eerste rij. De allerbeste start is voor Jan Eerlacher. Daarachter is het Ted Björk. Maar kijk eens, helemaal buitenom komt Ivan Müller. En die gaat in één keer door naar de derde positie. Gaat voorbij aan Esteban Guerreri. Daarachter is het Nicky Katsberg. Lekker agressief. Alles tegenhouden voor de man die hij moet beschermen. Namelijk Norbert Mitschlitsch. Die daar ook ergens in dat gedrang zit. Richting de eerste bocht. Zijn het de Link & Co mannen en hoe gaan ze dit heel snel oplossen? Björk aan de binnenkant kijkt even bij Eerlacher, maar dat gaat allemaal goed. Guerreri die laat zich ook gewoon van zijn beste kant zien en dan zijn er meteen problemen. En rijden we hier door of staan we stil? Nee, we rijden door. Gelukkig weer geen safety car. Oeh, die Tassi zegt wat een wereldstart. En ook Verfies met een hele goede start. Mitschlitsch vlak voor Coronel. Ja, die moet heel ver naar voren. Wil die punten halen terwijl we links daar Lucas Engsler, de vervanger van Augusto Farfus, een enorme beuk zien krijgen door Tassi. Nog steeds eerste ronde van de wedstrijd. Eerlacher, Björk en Müller. Maar dat gaat niet lang zo blijven. Want het is Müller die meer punten heeft dan Björk en Eerlacher. Eerlacher gaat dus meteen aan de kant. Nou is het Björk aan de leiding. En daar is het Müller aan de leiding. Een bocht later. En dan is het Guerreri die zegt, ja ho, jullie kunnen me wat met die Link & Co auto's. En die pakt meteen Jan Eerlacher. Dus het is Müller, Björk en dan Guerreri. Ja, mooi. De strijd om het kampioenschap. Want degene die weinig punten gaat scoren is Norbert Mitschlitsch. Die zit er niet lekker bij. Maar kijk eens, die Honda op het rechte stuk. Die heeft de snelheid niet. En wie de snelheid wel heeft is Kevin Checkom in de slipstream. Naast en voorbij Esteban Guerreri. Die meteen in de slipstream van de Alfa mee wil. Ja, die Honda is gewoon niet de snelste auto op het rechte stuk. En Guerreri moet gewoon punten scoren. En ook de Golf is niet de snelste auto op het rechte stuk. Want Nicky Katsberg wint ook een positie. Gevechten overal in het veld. En het zijn verre gevechten. Nou ja, niet allemaal, want daar staat Mehdi Benani en de Hongaar Tassi. Dat Benani er staat is niet zo raar. Dat Tassi er staat, ja, die is het slachtoffer van de man uit Marokko. Die te laat remt, die de controle over zijn auto verliest. Tassi rechtuit stuurt en zelf ook rechtuit gaat. Guerreri en Katsberg, daar zien we de Honda.
Wederom is dat niet de snelste auto op het rechterstuk. Kasburg doet dit slim, maar moet nou naar de binnenkant. Want anders heeft hij helemaal geen mogelijkheid om Carreri in te halen. En de Honda houdt het net vol. Kasburg, die zich misschien nog wel terug gaat zakken als hij Mitsulic kan helpen. Maar Mitsulic rijdt wel heel ver achter die mannen. Links, de koning van Macau. Rob Huff wordt uitgeremd door Tom Coronel. Huff start de derde race vanaf pole position. Coronel wint een plaatsje ten koste van de Brit. Maar het is Ivan Müller die voor de tweede keer dit weekend maximale punten scoort. Voor Björk, Chacon, Guerreri. Ja, en waar is dan Mitsulic? Die wordt uiteindelijk tiende. Tacchini 11e, Kasburg heeft zich terug laten zakken en wordt dus netjes 12e. Vlak voor Tom Coronel, die 13e wordt. Niels Langeveld eindigt uiteindelijk op de 16e positie. Maar de winnaar voor de tweede keer is Ivan Müller. En hij is nu echt een kanshebber voor het kampioenschap. Twee wedstrijden heeft hij op zijn naam geschreven met hulp van zijn teamgenoten. Ivan Müller. En nu... If I want to have a chance to win, I have to pass Guerreri and Chacon, which I could manage it. And then, of course, Jan and Ted helped me big time. En dan Tom Coronel. Gabrielle die was toch wel een beetje de boel aan het ophouden, kon ik net niet voorbij. Toen uiteindelijk zag ik dat ze allemaal aan het wisselen waren. Nou ja, je kent het, hè, voor het kampioenschap. Toen zag ik dat Rob Huff niet super snel was op het rechtstuk. Dus nou ja, ik klampte aan bij hem, eigenlijk dezelfde snelheid. En uiteindelijk kon ik hem de laatste ronde nog even uitremmen. Ik wist dat hij het risico niet zou nemen. Ik denk, ik neem toch het risico. Beetje met aanremmen zo. En ik had hem. Lekker. Lekker gescheurd. En dan is er race 3 met Rob Huff op pole position. Negenvoudig winnaar hier in Macau. En naast hem staat Andy Prio. Zoals ze zegt... Coronel vanaf positie 14. En dit is de prijs waarom ze rijden. Het wereldkampioenschap Tourwagens. Het via WTCR. Volkswagen op pole. Dan een Link & Co. Dan een Audi. Het is mooi. Het zijn drie merken op de eerste drie plaatsen. De start is belangrijk. En de start is waarschijnlijk zoals verwacht voor Andy Prio, die het beste van zijn plaats komt. Rob Huff, die meteen aansluit. Jean-Carl Vernet, die daar weer achteraan aansluit. En dan is het een beetje trekken en duwen. En natuurlijk is het Kasburg die daarbij betrokken is. Want die moet zorgen dat Mitsulic weer punten scoort. Want het gaat uiteindelijk om het kampioenschap. En Mitsulic, die rijdt hier rechts voor Tom Coronel. En die rijdt daar gewoon lekker tussen, hoor, die Coronel. En ook Guerreri is daarbij betrokken. De mannen die vechten om het kampioenschap rijden in de buurt van Tom Coronel. Zo competitief is het via WTCR. Derde wedstrijd van het weekend. Wederom een Link & Co aan de leiding, maar ditmaal 11 ronden racen in plaats van 8 ronden. Betekent dat de voorbanden het 3 ronden lang extra zwaar krijgen. En vooraan de twee Britten. Rob Huff, 9 keer heeft hij hier al gewonnen. Kan zijn 10e overwinning worden. En Andy Prio, die 2 keer eerder hier won. Toen met BMW. Nou dus in de Link & Co. Ja, en Kasburg, die heeft Ivan Müller achter zich. En het enige wat Nicky Kasburg meekrijgt over de radio is... Nicky, wat er ook gebeurt, die Müller blijft achter jou rijden. In de slipstream, Tom Coronel. Dan wil je een klein beetje ruimte om weer een aanloopje te nemen. Maar dat is te veel ruimte. En zo heeft Guerreri niks te duchten van de Nederlander die er te ver achter rijdt. Kasburg heeft Müller in zijn kofferbak. Müller geen druk van achter. Dat is zijn teamgenoot. En Kasburg houdt de Fransman gewoon tegen. Ze zijn wel een auto kwijt. Namelijk Gabriele Tarquini. Die staat in de pits. Dat worden geen punten voor de Italiaan. O, zo belangrijk voor Hyundai. Benjamin Leuchter, het is niet zijn weekend. Daar gaat het net goed bij de eerste bocht. Terwijl Coronel achter Esteban Guerreri rijdt. Hij gaat op pas Guerreri. Guerreri is besloten. En dat is de man die vecht om het kampioenschap. Coronel op het rechte stuk. Daar is Mitsulic. En kijk eens hoe hard die Audi loopt, zeg. Die Langeveld in de slipstream rijdt dat hele gat dicht op het rechte stuk. Coronel heel laat in de remmen. Mitsulic erachter. En dan de andere Nederlander in dit veld. In de Audi natuurlijk. En we hebben Kasburg, Coronel en
Langeveld in deze wedstrijd. We gaan richting de eindfase. En ja, die Rob Huff, die is sneller op dit gedeelte. Maar dit gedeelte kan je er niet langs. En die Prio weet precies hoe en waar die zich breed moet maken. Jean-Car Vernaai, die kijkt ook zo links en rechts bij Rob Huff waar die er voorbij zou kunnen. En die Christoffersen, die denkt, als jullie nou eens gaan vechten met z'n tweeën, dan gebruik ik misschien wel dat spreekwoord. Maar twee honden vechten om een been. Daar gaat Christoffersen ermee heen. Maar dan moet hij wel goed op zijn tellen passen. Prio kijkt net zoveel in zijn spiegel als dat hij vooruit kijkt. En dit is de stand in het kampioenschap. 11 punten scheiden de top 3. Als het zo blijft. En dan is er nog één weekend te gaan. En het blijft zo. Want daar gaat Andy Prio door de laatste bocht. Hij wint voor de derde keer de toerwagenwedstrijd in Macau. Huff wordt tweede nadat hij de hele wedstrijd in de kofferbak van de Link & Co heeft gereden. Daar zien we Nicky Kasberg, beste Nederlander, dan Ivan Müller. Daar zien we ook Tom Coronel achter Esteban Guerreri over de finish komen op een 11e positie. Langeveld wordt uiteindelijk 13e. Mooie winnaar Andy Prio. In de Link & Co. En het is zijn eerste overwinning voor dit merk en zijn eerste overwinning in het jaar 2019. It was a tough race, huffy with my back all the way and didn't give me any breathing space. Really happy to get the first win for me, for Link & Co. Is obviously had some wins this year, but after Ningbo I led till the last two laps and now I've won a race and I'm really happy that I'm actually back on where I was. En hoe was de laatste race van Tom Coronel? Wederom een hoop meegemaakt. En dat was weer lekker racen. Ik zat tussen de kampioenskandidaten. Ik zag ze een beetje spelletje spelen. Ik probeerde nog Quereri aan te vallen, maar het ging iedere keer net niet. Hij was redelijk goed door Mandarin. En ook zijn topsnelheid was hoog. Dus ik kon er nooit naast zetten. Ik zag even de Michelin aan het proberen was. Maar dat was toch ook wel nodig geweest. Dus ik bleef maar proberen bij Quereri. Maar... Hij bleef goed verdedigen, maar ik heb wel lekker gescheurd. Goede start en gewoon lekker meegedaan bij de jongens voorheen. Dat was ook wel een keer leuk. Het kampioenschap gaat beslist worden tussen Michelitz, Guerreri en Müller. Met Björk die een heel klein kansje heeft. Maar dan moet je wel een fantastisch weekend hebben in Maleisië. We nemen afscheid met het podium vanuit Macau. Met Andy Prio die de laatste wedstrijd wint. Zoals gezegd, de beslissing valt in Maleisië. Wij zijn erbij. We hopen u ook. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. De WTCR is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Allsecure, de autoverzekeraar. En ASC, ladders en stijgers.